Transportbedrijf Schotpoort krijgt van Volvo Nederland de beschikking over een milieuvriendelijke demowagen. De vrachtwagen rijdt op een mengsel van methaangas en diesel. Chauffeur Maarten Hengeveld mag de Volvo testen. Terwijl hij onderweg is, worden in het kantoor van zijn werkgever verborgen camera's opgesteld. Later vandaag heeft directeur Fred Schotpoort een belangrijk gesprek met onze chauffeur. Dit gesprek wordt met verborgen camera's en microfoons opgenomen. Of die microfoons ook verborgen zijn? Wat denkt u zelf? Bij Volvo Nederland wordt ondertussen zorgvuldig een gaatje geboord in een paneel van de vrachtwagencabine. In het gaatje past precies de lens van een minicamera. Knap. Ja, ze zijn daar niet bepaald voor één gat te vangen. Zo onopvallend mogelijk wordt de kleine camera nu ingebouwd. Dat zult u begrijpen. Want het spreekt vanzelf dat onze chauffeur Maarten van niets weet. Ziet hij niet, hè, Frank? Maar dat ziet hij niet. Nee hoor, ziet hij niks van. Vakwerk. In het kantoor van directeur Fred Schotpoort zit inmiddels een ambtenaar van het ministerie van Milieu. Zij maakt deel uit van het complot. Maarten Hengeveld krijgt van zijn baas Fred Schotpoort de opdracht om een Europese subsidie voor het bedrijf binnen te slepen. Hij moet daarvoor het transportbedrijf Schotpoort zo milieubewust mogelijk presenteren. De milieuambtenaar zal daarom morgen als bijrijder plaatsnemen in de cabine en onderweg een vragenlijst doornemen. Als de milieuambtenaar vertrokken is, legt directeur Schotpoort zijn kaarten op tafel. Samen bedenken de heren een strijdplan hoe ze de milieuambtenaar over de streep kunnen trekken. Je moet dat morgen wel even een beetje slim aanpakken, hoor. Wat ik al zei. En ze zullen jou ook wel een paar kritische dingen gaan vragen over hoe bewust ben je, hè, met bedrijven. Ja. He, dus al die vragen, je moet er anders. Maar lul er maar wel even een punt aan morgen. Je moet een beetje tactisch mee omgaan, hè? Zo wel lukken. En dat heb ik ook gedaan, dus. Dat zijn je vragen van. Zal de charmes in de strijd voeren. De volgende ochtend is chauffeur Maarten al vroeg in de weer. Het belang van deze dag is hem helemaal duidelijk. Als een charmes zal hij in de strijd gooien om de milieuambtenaar in zijn kamp te trekken. Zo, een korte blik in de spiegel, haartjes een beetje goed doen. Ja, Maarten Hengeveld is er helemaal klaar voor. Direct na het vertrek begint de milieuambtenaar met haar vragenlijst. Rij jij zelf zuinig? Ik rij vrij zuinig, ja. Ik had het toevallig gisteren nog met Fred over dat ik van het laatste jaar wel iedere keer wel in de top 5 zit. Okay. Ik ben er ook wel mee bezig. Ik geef niet onnodig gas wanneer het niet nodig is. Nee. Vol gas op een rotonda en zo, dat heeft geen zin. Nee. Doe ik hem niet. Nee. Zie ik het nut niet van in, het rijdt niet prettig. En ja, slecht voor het milieu, hè. Goed gedaan, Maarten. De milieuambtenaar is onder de indruk. Intussen melden René Nobels van TVM en Gerard Koerhuis van Schotpoort zich in de Heurne bij de vrouw van Maarten. Monique Smits, goedemorgen. Ik ben René Nobels, ik ben van TVM Verzekeringen. En ik kom jou... Hallo. Gerard Koerhuis van Schotpoort. Hoi. Nou, we staan er lekker op. En wij komen jou ophalen samen met Lieke om iets heel moois te gaan doen vandaag. Want Maarten is ridder van de weg. Onderweg naar het Groningse Hoge Zand gaat het gesprek over veiligheid. Heeft onze Maarten wel eens brokken gemaakt? Wil de ambtenaar van Milieu weten. Ja, ze moeten toch vragen. Nee, dat is mij gelukkig nog altijd bespaard gebleven, ja. Ik heb toevallig vorige week bericht gekregen, maar wij zijn dan verzekerd bij TVM. Ja. Door de transportverzekeraar. Ja. En die zijn er ook altijd nog wel flink actief mee. Om chauffeurs ook aan te sporen om schadevrij te rijden en ja. Zo. Ja, maar dan werd ik dan zogenaamd gehuldigd. Ja. Dan heb ik 10 jaar schadevrij gereden en volgereden. En nou. Ja, dan krijg je dus een uitnodiging, dan gaan we naar Nijkerk. Ja. TVM, dat is een kennenbedrijf, maar meer van schaatsen eigenlijk. Precies, dat is de hoofdsponsor van de kernploeg van de Nederlandse schaatsbond. Ja, bla bla bla. Gaat lekker hoor, Maarten.
Intussen arriveert staatssecretaris Joop Atsma van Milieu en Infrastructuur in de provincie Groningen. Daar ontmoet hij Arjan Bos, de directeur van TVM. Als ook de vrachtwagencombinatie met onze hoofdrolspeler het Groningse Hoge Zand nadert, is er telefonisch contact tussen de milieuambtenaar en directeur Fred Schotpoort. En hij is nu op weg naar Brussel en ik heb hem eigenlijk geadviseerd, en dat zal ook geaccordeerd worden hoor, dat de subsidie jullie toe gaat komen. Ja. Ja. Niet opgerekend zo snel, dus... Nou, weet je, het is de deadline verloopt. Ja, ja. Nou, dat komt ook mede een beetje door uw chauffeur, kan ik u melden. Nou, gefeliciteerd. Uiteraard kan de dag voor Maarten nu niet meer stuk. Hij heeft voor zijn werkgever zojuist een enorme slag geslagen. Maarten is nu bijna op de plaats van bestemming. Maar dan gebeurt er iets onverwachts. Vlak voor de vrachtwagencombinatie wordt ineens een grote zwarte limousine geparkeerd. Wat heeft dit te betekenen? Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben Joop Atsma. En ik ben Maarten Engeveld. Ja, dat heb ik begrepen. Tenminste, ik herken de truc. Ja. En ik ben staatssecretaris op het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ik werk in Den Haag, maar ik woon hier vlakbij. En ik hoorde dat jullie nu in het noorden waren, dus ik denk van ik probeer hem even op te vangen. De staatssecretaris bevraagt hem nu hoe de truc bevalt. En via een koptelefoon kan TVM-directeur Arjan Bos het gesprek tussen Maarten en de staatssecretaris volgen. Het bedrijf is koploper op het gebied van maatschappelijk en duurzaam ondernemen. Maarten praat aardig. Ja, dat kan hij wel. En het verschil daarin zit natuurlijk in de dioxineuitstoot. De CO2, dat wordt gereduceerd tot maximaal 70%. Nou ja, de uitstoot hebben ze het nu over van de truck, dat natuurlijk gereduceerd wordt. Met zo'n 70% minder CO2-uitstoot. Nou ja, kijk, om heel eerlijk te zijn. Dat van die ambtenaar die nu staat te filmen, dat is eigenlijk maar onzin. Ja. Ja, want ik kom hier omdat jij zoveel jaar schadevrij hebt gereden. En we willen jou eigenlijk wel dat predicaat ridder van de weg, gouden ridder van de weg, toekennen. Ja, hartstikke leuk. Nou, we kunnen die kant op, jongens. Hij weet het. Helemaal te spelen. Dankjewel. Super. Nou, kom maar mee. Kijk eens, Maarten. Hier is je dochter. Dankjewel. Van harte gefeliciteerd. Kerel, goed gedaan. Ja, we zijn je de hele tijd aan het volgen. Hier zitten camera's in de cabine. Het gesprek met je werkgever Fred is gisteren allemaal opgenomen met verborgen camera's. Okay. We hebben je denk ik flink te pakken gehad. Ja, volgens mij ook. Dus er hoort een onderscheiding bij, wat ik al zei. Ja. En die gaat de heer Atsma jou persoonlijk opspelden. Die krijgt hij van mij aangereikt. Nou, het is wel zo dat ik, wat ik net al tegen jou zei, zoveel jaar schadevrij rijden, dan ben je eigenlijk een ridder van de weg. Je bent het niet eigenlijk, je bent het helemaal. Je hebt 10 jaar lang meer dan 10 jaar lang schadevrij gereden. En dat betekent dus eigenlijk gemiddeld 150.000, 160.000 kilometer. Dus je bent ongeveer minimaal 40 keer de wereld rondgereden. Zonder brokken te maken. Nou, een werkgever, zeg ik in de richting van de heer Schotpoort, die alleen maar dit soort mensen in dienst heeft, die mag zich echt trots voelen. Dus ik vind dat jou de felicitatie toekomt. Veel dank voor alles wat je hebt gedaan. En excuus dat we jou een beetje in de val hebben gelokt. Ja, maar dat maakt niet uit. Dat is de moeite wel waard. Nu ga ik jou er even feliciteren. Van harte. En zo wordt Maarten Hengeveld uit de Heurne gekroond tot Gouden Ridder van de Weg 2011. Maarten, jongen, gefeliciteerd.